Hoi, ik ben Else. Hoi, ik ben Heiko. En sinds een klein jaar wonen wij in onze Magic Valley. En wij van Finding a Better Way to Live laten jullie graag iets zien over hoe zij hier leven. Nu iets naar achter trekken. Ja. Ja. Ja, laat maar gaan. Nou, dat kan ook. Kan je nog rijden? Ja, ik zie genoeg. Kom verder. Wij hebben een stukje vallei gekocht in Centraal Portugal. En we hebben hier een stukje helling van een vallei. En die loopt vanaf bovenaan, waar Dennenbos is, naar onder, naar de rivier. Voor mij is het hele avonturen begonnen met het idee dat ik echt schone groenten wilde telen. Ook met name omdat in de Nederlandse groenten, zelfs biologisch, nog maar heel weinig zit. En om dat te doen wilde ik dus een stukje land. En zo begon de hele reis die uiteindelijk hier eindigde. Het is eigenlijk vooral een experimenttuin om te kijken van wat komt er op, wat vindt het leuk hier en hoe kunnen wij het beste werken met die watergeulen. Ja, daar komt Romy komt eraan. Ja, ik heb wel echt zin om alles wat we dit jaar geleerd hebben volgend jaar te gebruiken om gewoon echt iets te plannen. En dan hebben we ook al meer ruimte vrij. Nu hadden we al een stukje tuin terwijl we nog bramen aan het weghalen waren. En tegelijkertijd doen we nog 1000 andere dingen, zoals een composttoiletje maken. Dus ja, we hebben ook niet de hele focus op de tuin. Maar het is heel leuk om zo te zien wat er groeit en hoe dat gaat. Mooie zeebril. Dus hierop. Zo. Wat zijn wij hier op dit moment aan het creëren? De basisstructuur van wat je nodig hebt om te kunnen leven. Water, elektriciteit, een dak boven ons hoofd, een keuken, een badkamer. In die fase zitten we nu. Jee, het wagentje is weer bevrijd! Dit is een buis. Het is 100 meter buis. Het is de laatste buis die we hebben laten komen. Want het is om de waterturbine van water voorzien. En in totaal hebben we 435 meter buis in de rivier gelegd. En dat zuist naar beneden, 60 meter naar beneden, komt in de waterturbine en daar komt onze elektriciteit vandaan. Het zaadje was wel een gedeelde droom om op een andere manier te leven dan dat we in Nederland deden. Dichter bij de natuur, meer zelf de basisdingen creëren, zelf bouwen. Inmiddels wonen er meer dan 100 buitenlanders hier, estrangeros. Die zijn dus, doen dus meer dingen zoals wij. Ook veel mensen met kinderen, dus hebben we best wel een groot aantal kinderen hier in de vallei. Nou, daar kan ik heel veel erg van genieten, want ik heb wel het idee dat die nog echt een ouderwetse, zorgeloze kinderjeugd hebben. Dus zie gewoon, als je met natuurlijke materialen werkt en in de natuur, is alles gewoon een stuk moeilijker, niks is recht. Dus alles kost gewoon meer tijd. We hebben een heel mooi stukje land, maar het is vrij stijl. Dus als je dingen gewoon leuk vindt en weet het doel voor ogen houdt, dan is niet snel iets een obstakel. En dan denk van, hier kies ik toch voor het leven, dus dan hoort het er gewoon bij. Ik ga even naar de yurt om een camerabatterij op te laden, want dat is nu de enige plek waar stroom is hier. Zo. Ik kan mijn batterij opladen en zelf ook even bijtanken. Gelukkig is er straks overal stroom uit de waterturbine. Nou nee, is het alweer tijd? Werken. Alles wat hier gebeurt doen we met zo min mogelijk machines en zoveel mogelijk met de hand. Dus deze tool is mijn nieuwe vriendje om de bast te ontdoen van deze bomen. Nou, we zetten hier een veldkeuken neer, omdat dit wordt het centrum van activiteit in de zomer. En ja, het is ons verlangen dat we gewoon lekker hier kunnen zijn, hier kunnen blijven overdag en kunnen koken. Ja, we hebben vandaag heel hard gewerkt om de veldkeuken zo ver af te krijgen dat we er een klein pannenkoekenfeestje in kunnen organiseren. Ruikt het al lekker? Lekker! We hadden het er toen over van wat is duurzaam wonen en dan heb je het vaak over het reduceren van je footprint. Dus
minder slechte dingen doen voor de aarde. En ik vind het daarnaast ook een heel mooi idee om juist iets positiefs aan de aarde mee te geven. Dus juist een positieve footprint te hebben. Dit was een verlaten vallei. En het terugbrengen van landbouw, van bijen, van al dat soort dingen is ook goed voor de biodiversiteit hier. Dus ik heb ook wel het idee dat we zo echt iets positiefs bijdragen. Aan al het goede komt een eind. In deze tijd hebben we ontzettend veel mogen leren van jullie over het reduceren van onze footprint en het zorg dragen voor dit mooie stukje aarde. Wil je nou graag volgen hoe het hier verder gaat of een keertje bij ons langskomen? Kijk dan op magicvalley.pt. En ons kan je volgen op Finding a Better Way to Live op Facebook, YouTube en onze website. Zo, en dan is het nu tijd om je computer uit te zetten en lekker weer met je handen in de aarde te vroeten. En dan zeggen wij tot een volgende keer. Doei! Doei! Doei!